Welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach, dames en heren. Ik heb jullie gemist. We zijn weer terug. Hallo. Leuk. Leuk, heel veel zin. En we beginnen meteen met roddelnieuws. Het botert de laatste tijd niet zo tussen Frankrijk en Duitsland. Ja, Duitsland en Frankrijk hadden een beetje ruzie. En dat is altijd opletten geblazen, want voor je het weet heb je weer miljoenen doden. Nou, om dat te voorkomen ging gisteren het voltallige Duitse kabinet naar Parijs. Dat is heel leuk, zo'n uitje met z'n allen. Hier zie je een foto uit de bus. Allemaal onder de stoelen. Classic. Het doel van die ontmoeting was om de banden tussen de twee landen te versterken. Nou, Frank Renaud van Nieuwsuur die ziet een parallel met het echte leven. Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat vandaag een dagje relatietherapie was. Die betrekkingen tussen Duitsland en Frankrijk zijn eigenlijk als twee mensen die al heel lang met elkaar getrouwd zijn. Frank, dat je heel lang getrouwd bent betekent niet automatisch dat het misgaat. Hè? Het kan ook gewoon leuk blijven. Trouwens, ik doe nu een beetje flauw, maar dit is wel een heel ervaren Frankrijk-correspondent. Want ik zeg wel Frank Renaud, maar hij gaat al jaren door het leven als Frank Renaud. De enige met nog een Franse naam is Jean-Luc Citroën. Maar die was op stap met Pierre Lavache-Curie, dus mocht Frank Renaud het weer oplossen. Nou, en dat is prima, want hij weet alles van Frankrijk. Het nadeel is wel een beetje dat hij sinds de jaren 80 het Duitse nieuws niet zo volgt. De afgelopen jaren was er heel erg veel frictie tussen Bonn en Parijs. En los van die fricties tussen de twee, tussen Olaf Scholz en Emmanuel Macron. Nee. Helmut Kohl is al 5 jaar dood. En Bonn is al ruim 30 jaar niet meer de hoofdstad. Maar goed, in elk geval fijn dat Lodewijk de 14e en Bismarck weer met elkaar gaan praten. Of hoe heten ze tegenwoordig ook. Maar de vraag is, zijn ze het eens geworden? Want de grote geopolitieke vraag van dit moment is, gaat Duitsland Leopard-tanks leveren aan Oekraïne? Dat wil Oekraïne namelijk heel erg graag. Hier, Kiev smeekt om Duitse supertanks. Dat is een beetje lullig voor Frankrijk, denk ik dan. Hè? Want die overwegen ook tanks te sturen. Vraag me ook wel af of je dat moet willen, want dit zijn ze. Het is een fraai design, maar het is echt altijd pannen. Het is altijd gezeikt. Maar Oekraïne wil Duitse supertanks dus. En Duitsland twijfelt nog. Es gibt gute Gründe für die Lieferung, es gibt gute Gründe dagegen. Ja, en kijk, nu wil ik niet degene zijn die zegt, kom op Duitsland. Het mag wel wat daadkrachtiger, hè. Want dan heb ik het weer gedaan als ze door de Grebbelinie breken. Maar het mag wel iets daadkrachtiger. Polen wil wel tanks aan Oekraïne gaan leveren. En ook de rest van Europa is bezig met de vraag of ze meer wapens moeten sturen. En dat vind ik leuk, want dan leer je weer allemaal nieuwe termen. Voor NOS-nieuwslezers is het soms net alsof ze in de snackbar staan. Een Patriot luchtverdedigingssysteem, 7 stuks Gepard luchtafweergeschut en een Iris-T SLM luchtverdedigingssysteem met extra geleide raketten. Ja. Meenemen of hier afschieten. En ook Nederland heeft meer wapens beloofd. We gaan bijvoorbeeld Patriot-raketten leveren. En de meningen zijn verdeeld over al die wapens. Want je wilt wel helpen natuurlijk, maar je wil ook niet de boel verder laten escaleren. En dan heb je ook nog mensen die zijn al helemaal om. Zoals Telegraaf-verslaggever Wilson Boldewijn. Leopard 1 tank weegt 45.000 kilo. We gaan een rondje rijden in een Leopard 1 tank. Dat doen we in het kader van de tankleveranties aan Oekraïne. Het is echt bizar om in zo'n zwaar ding te rijden, maar helemaal de gedachte dat hiermee oorlog gevoerd moet worden. Dat is wel zo rustig. Het is misschien maar goed dat Wilson Boldewijn niet over onze militaire strategie gaat, toch? We zijn hier in Volkel, waar Amerika dus een paar kernwapens... Wilson, nee, doe het niet! Woehoe! Nou, dan gaan we naar de Haagse gemeentepolitiek. De Haagse oud-wethouder Richard de Mos staat samen met 7 anderen terecht. Ze worden verdacht van het vormen van 2 criminele organisaties, van ambtelijke corruptie en het schenden van het ambtsgeheim. Ja, even voor de mensen die onder een steen hebben gelegen en niet weten wie Richard de Mos is. Ten eerste, mag ik er nog bij onder die steen? En ten tweede, Richard de Mos, dat is een oud PVV-kamerlid dat in de gemeenteraad van Den Haag zit. En hij is de lijsttrekker van de grootste partij. En hij is zo populair omdat hij dingen regelt voor de mensen. En hij noemt dat zelf
ombudspolitiek. Dus hij luistert naar wat zijn kiezers nodig hebben en dan gaat hij dat regelen. Alleen lijkt hij naar sommige kiezers net wat beter te luisteren dan naar anderen. De Mos presenteert zich, althans zo lijkt het, als de man van het volk in Den Haag. Ik ben er voor iedereen, dat is de ombudspolitiek idee. Maar tegelijkertijd lijkt hij er vooral te zijn voor een kleine groep mensen die ook sommige geld heeft gedoneerd aan de partij. Dus dan, dat is een beetje van u vraagt, wij draaien. Nou, een beetje. De Mos heeft letterlijk aan een donateur geschreven, jij vraagt, wij draaien. Dus ja, de Mos die zou ook lid zijn van twee criminele organisaties, maar zelf vindt hij dat onzin. Twee criminele organisaties? Ik ben alleen lid van de bibliotheek en voor de rest weet ik het niet. Goed verweer, de Mos, want bij criminele organisaties krijg je altijd een lidmaatschapspasje en een boete als je je paardenhoofd laat terugbrengen. Maar sowieso heeft de Mos een beetje een ouderwets beeld van criminaliteit en opsporing. Ja, die dinsdagochtend om 7 uur ging dus de bel. En voordat ik het wist stonden de speurneuzen in mijn slaapkamer. Ja, toen moest ik alles inleveren. De telefoon, de laptop en de speurneuzen gingen met de grijpgrage handjes meteen aan het werk. Daar gingen zij, de speurneuzen met hun grijpgrage handjes. Alles namen zij mede. De voetenstoof, de koffiemolen, de grammofoon, de varkensblaas. Wie doet zoiets? Alles mede gegrist, zo waar ik hier sta. We zijn er toch. Dus het komt sowieso wat knullig over allemaal. Want dit zei een van zijn medeverdachten vandaag tegen de rechter. Ik wist natuurlijk niet dat ik werd getapt, anders had ik die dingen niet gezegd. Want zo ben ik ook edelachtbare. De aankomst bij de rechtbank van de Mos was trouwens ook buitengewoon subtiel. Want hij had gekozen voor deze limousine. Oké, tikkie opvallende wagen, maar dat is niet meteen corrupt. Natuurlijk, hij betaalt natuurlijk gewoon netjes voor die auto, toch? Is de wagen ook zo betaald? Deze wagen, die is, hij is de eigenaar, dus ik heb helemaal niks hoeven te betalen. Dus dat valt allemaal weer reuze mee. Oké, welkom meneer de Mos. U mag parkeren bij het bordje bewijsstuk A. Nee, oké, een beetje flauw. Die limo-eigenaar die zat gewoon bij hem in de fractie. Maar de Mos ontkent dus alles, maar het OM zegt dat ze heel veel bewijs tegen hem hebben. Appjes, afgeluisterde telefoongesprekken, observaties, de bankrekeningen zijn doorgeplozen, intern mailverkeer. Nou, dat alles moet volgens het Openbaar Ministerie aantonen dat we hier te maken hebben met een geraffineerd syndicaat. Sowieso, een geraffineerd syndicaat. Doe maar. Gelukkig gaat deze zaak 3 weken duren. Dat geeft ons de kans om de begrippen Richard de Mos en geraffineerd syndicaat in ons hoofd bij elkaar te brengen. Dit was vandaag. Zometeen alles over Feyenoord Ajax. En we gaan een belangrijk iemand uitsluiten. Maar eerst nog even dit. Opnamestudio The One Taker. Voor een vlekkeloze opnamesessie zonder hinderlijke versprekingen. Opnamestudio The One Taker. Omdat het bij ons wel in 1 keer lult, lukt. Kut. De aandelenmarkt staat op dit moment in de fik. Dit is dé tijd om te investeren in aandelen. En ik leg jou uit hoe in mijn super deluxe totaal legitte cursus nu te vinden op NPO Start. Geen financieel advies.